De Nederlandse muziekscene staat mogelijk op het punt een opwindende wending te nemen, want er gaan geruchten dat de befaamde band uit Volendam, de 3 s zich mogelijk gaat versterken met een vierde J. En niet zomaar iemand, maar niemand minder dan Jan Smit. Het nieuws kwam als een aangename verrassing toen Jan Smit het tussen neus en lippen door onthulde tijdens de talkshow van Humberto op een donderdagavond. De bijzondere aankondiging vond plaats nadat Jan Smit op dezelfde avond een Edison Oeuvre Award in ontvangst mocht nemen... Uitgereikt door niemand minder dan zijn zoontje Sen. Als kers op de taart brachten de 3ES een prachtig nummer ten gehoore ter ere van de zanger. De volgende ochtend deelden de mannen hun lofzang aan Jan op Instagram, waarbij ze een oude foto van een gedenkwaardig moment op Mambo Beach in Curaçao plaatsten. Op het sociale media platform schreven ze: Deze award heeft Jan dik en dik verdiend, en we willen hem via deze weg nogmaals van harte feliciteren met deze welverdiende prijs. Maar dat was niet alles. De aankondiging van een mogelijke samenwerking met Jan Smit werd gevolgd door een reeks nostalgische foto's. Eén daarvan was genomen op 1 januari 2009, om precies 2 uur 58, op het strand van Mambo Beach in Curaçao. Het blijkt een betekenisvolle tijd te zijn geweest, want Jan was de dag er voor jaren geweest en het feest werd uitbundig gevierd. Alsof dat nog niet genoeg was, werden er zelfs foto's genomen om het nieuwe jaar in stijl te verwelkomen. Deze mogelijk aanstaande samenwerking tussen Jan Smit en de 3ES belooft een spannend nieuw hoofdstuk in de Nederlandse muziekgeschiedenis te worden. Fans kunnen niet wachten om te zien hoe deze verenigde krachten een uniek muzikaal geluid zullen creëren, en de sociale media staan al vol met speculaties en enthousiaste reacties. De toevoeging van Jan Smit als de vierde J in de 3ES zou een krachtige synergie kunnen betekenen, waarbij de ervaring en creativiteit van deze getalenteerde artiesten samenkomen om iets buitengewoons te produceren. Nederlandse muziekliefhebbers kijken ongetwijfeld rijkhalsend uit naar wat de toekomst in petto heeft voor deze veelbelovende samenwerking.